Zo, nou, welkom in deze podcast. We gaan het vandaag een beetje hebben over, tenminste daar zit ik mee in mijn hoofd, over wat zaken, wat er zich afspeelt op de wereld en waarom eigenlijk dat afspeelt. En dan gaan we het daarna denk ik nog even een beetje hebben over hoe dat je hier uitkomt. Nou ja, ik heb het natuurlijk al vaker in video's over gehad, maar er is natuurlijk een spel gaande om de ziel van de mens. Laat ik het zo eventjes samenvatten. En wat bedoel ik daarmee? Gaan we in deze video een beetje induiken. Uiteindelijk draait het allemaal om dat wij als mensheid naar een hoger bewustzijn is een beetje, in de hedendaagse tijd is dat een beetje cru om te zeggen, omdat er mensen zijn die claimen dat ze bewuster zijn dan ooit tevoren, maar nog helemaal geen spirituele. En dat is normaal geen oordeel, maar meer een observatie. Hè? Dat is wel altijd wat ik doe. Ik oordeel niemand. Ik zie gewoon dingen. Ik herken dingen. En ik maak mensen juist bewust ervan. Dat is het enige wat ik doe. Dat is even een proclaimer voor deze hele video. Ik ga het ook nog eventjes over de huidige oorlog in het bekende landen. Ga ik het ook nog even over hebben. Ik ga van tevoren zeggen. Ik ben niet pro-Rusland. Ik ben ook niet pro-Oekraïne. Ik ben tegen oorlog, laat ik daar even dus mijn standpunt in maken. Dus als ik het allemaal over heb, mijn mening daarover, kan je natuurlijk zeggen, als je het zo bekijkt, dan ben je een soort van pro-Rusland. Dat is absoluut niet het geval. Laten we dat even voorop afstellen. Dan kan ik wel beter mijn gang gaan in de woorden die ik gebruik. Nogmaals, ik zal dingen ook een beetje symbolisch beschrijven, omdat je tegenwoordig helaas niet de volledige vrijheid van je mening kan niet delen. Dus dat waren even de disclaimers voor deze video van tevoren. Dus weet jij nou niet echt wat er aan de hand is? Weet je wel van, deze hele wereld is een beetje raar aan het worden. Mensen doen rare dingen. Het lijkt wel alsof er alleen maar een stijgende lijn in de gekke gebeurtenissen zit. En nou ja, dat is natuurlijk wel een eerste constatering die je moet maken. Maar zoals ik dus zei, het gaat natuurlijk uiteindelijk om jou, veel plat gezegd, het is natuurlijk een beetje symbolisch om te beschrijven, maar de strijd is om je ziel. Nou had ik laatst dus een ingeving, en nogmaals, dit zijn ingevingen waar ik dan nog moet toetsen van in hoeverre is dat waar of hoeverre klopt dat. Maar al zou je het hele verhaal omdraaien, dan zou je zeggen van, al die gekanaliseerde boodschappen en dat soort dingen, die hebben het allemaal over een harvest, oftewel een oogst. Wat nou als die oogst nou juist precies de oogst is van het kwaad en niet zozeer van het goed? Dat was even een los gedachte die ik tussendoor had. En dat nogmaals, dat is niet gebaseerd op enige realiteit. Het is gewoon even een gedachte die ik had en die staat los van al deze informatie. Maar goed. Er is natuurlijk een hele hoop aan de gang. Hè? Laten we eens even met de grote dingen beginnen. Neuralink is natuurlijk wel een raar verhaal dat een persoon genaamd Elon, van de musketeers, weet je wel. Ik weet niet of ik zijn naam volledig mag zeggen, dus vandaar dat ik het even cryptisch doe. Just in case, hè, voor de zekerheid. Ja, die heeft natuurlijk Neuralink, SpaceX, die wil naar Mars. Die is bezig met weet ik wel niet hoeveel satellieten in de ionosfeer te sturen, hè? Dus een van de buitenste lagen van de aard. Nou, je hebt al die sferen boven de aarde, dus die zitten dan nog in de orbit of the earth, hè? En die zitten nog in het zwaartekrachtveld van de aarde. Oftewel, ze zullen altijd op dezelfde hoogte soort van blijven. Maar hoe doet dat allemaal precies zit? Ik ben geen wiskunde of rocket science, ik ben geen raketwetenschapper, dus daar zou ik het fijne niet van weten helaas. Dus daarin kan ik je niet helpen, maar ik kan je wel bewust maken van, als je dan de gnostische teksten leest, dan weet je dus dat er tussen hemel en aarde zijn kwade geesten. Die kwade geesten zijn wel van een hoger bewustzijn dan wij. Dan zou je zeggen, maar dat is toch raar? Ja, dat is raar, maar in principe is pas vanaf de zesde dimensie, oftewel de dimensie van de eenheid, wordt het pas niet eigenlijk onmogelijk om een negatief pad te lopen. Dus oftewel de derde, de vierde en de vijfde dimensie zijn allemaal nog mogelijk in de dualiteit. Mensen hebben het over, als we naar de vierde dimensie gaan, dan hebben we geen dualiteit meer. Nee, dat is niet waar.
We kijken anders naar de dualiteit. We zien het meer als twee uitersten van hetzelfde. Zoals ik in de laatste video deelde, maar goed. Dus je kunt zeggen dat deze satelliet in een of andere vorm een soort van alternatieve matrix aan het vormen zijn om de mensheid gevangen te nemen. Zomaar even heel cru te zeggen. Puur omdat frequentie en dat soort dingen zijn zeer, zeer gevaarlijk in omgang met mensen, om het zo maar even te zeggen. Dus je hebt bepaalde lichtvormen zelfs. Ze hebben een LED uitgevonden die in een bepaalde ongelijke ding pulseert, waardoor onze brein eigenlijk dat niet kan handelen en waardoor ze compleet zijn uitgeschakeld. Die gebruikt het arrestatieteam en dat soort dingen om ervoor te zorgen dat je, nou, dat je dus niet degene hoeft neer te schieten om hem onschadelijk te maken, maar om diegene dus op die manier uit te schakelen zodat hij zich niet kan verdedigen. En, maar dat geeft alleen maar weer in hoeverre wij met al die MK-Ultra-theorieën, hoe ver we zijn gekomen in het bereiken van de psychie van de mens. Oftewel, de menselijke psychie is niet iets ongrijpbaars of zo. Juist door al die testen en onderzoeken die ze daarna hebben gedaan, zijn ze veel verder dan dat wij denken. Nogmaals, het geeft even weer hoe ver wij eigenlijk al zijn met betrekking tot het idee dat de menselijke psychie niet afhankelijk is, of wel juist wel afhankelijk is van deze realiteit. Maar goed, nou, zoals ik dus net zei, Neuralink, nou, daar wordt natuurlijk nu ook wel meer over gesproken. Ja, dat is natuurlijk een heel raar idee om een chip in je hoofd te douwen die met jou communiceert in een synthetisch-biologische vorm. Dat is dus op die manier met jouw brein kan communiceren door middel van golflengtes. En dat jij dus, ja, om even kortweg te zeggen, direct internetverbinding hebt in je hoofd, zeg maar. Dat is een beetje heel zwart-wit gezegd wat die chip dus inhoudt. Maar nogmaals, deze chip werkt samen met iets anders. En dat andere waar ons hele lichaam mee verbonden moet worden, je hebt dus de Internet of Things en de Internet of Bodies. Dat zijn twee onderwerpen die samenhangen in het hele proces van de nieuwe wereldreligie, om het zo maar te zeggen, waar ik het dus al vaker over heb. Dus om ons lichaam synthetische informatie te kunnen laten geven, heb je allerlei hele kleine nanochips nodig door heel je lichaam. De ene chip zal de temperatuur monitoren, de andere chip zal de pH-waarde monitoren, weer andere zullen hormoonwaarden monitoren. En zo kunnen ze dus een algemeen beeld krijgen met welke emoties je op dat moment, in welke emotie je dan bent, hè, in welke emotie je dealt, zou ik zeggen. Maar je hebt geen arts meer nodig, want ze kunnen direct inloggen op jouw lichaam en kijken hoe het met jou gaat. En als ze zien van, hé, er is iets mis met jou, nou, dan hoeven we alleen maar een knopje in te drukken, wat een bepaald hormoon weer. Die chips kunnen waarschijnlijk ook iets maken. Wel een synthetische vorm, maar toch, je lichaam kan dat hebben, want we hebben allerlei aminostructuren gebouwd op synthetische basis die werken. Heel ja, als je gaat kijken naar de voeding van deze wereld op dit moment, je hebt allerlei aminozuren die synthetisch zijn gegenereerd. Dus je lichaam herkent daadwerkelijk wel die opbouwen en die kan er ook iets mee. Dus het is zeer gevaarlijk om hiermee te spelen, om het zo maar te zeggen. En bovendien natuurlijk door jezelf dan op een of andere wijze jezelf als god laten spelen. Dat is een beetje wat ze dan doen. Kunnen ze op allerlei manieren gaan ze dat tegen jou verkopen. Van ja, dat is toch goed, we hebben geen dokters meer nodig, je hebt geen afspraken meer nodig. We kunnen gewoon van een afstandje kunnen inloggen en dan kunnen we precies kijken hoe het met jou gaat. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, want je hebt ook nog een mentaal stuk waar ze moeilijk bij komen. Nou, misschien dat de chip in het hoofd dan wel wat kan, door bepaalde golflengtes. Hè. Als je een hele angstig persoon bent, dan zul je in een veel lagere golflengte zitten dan een heel creatief persoon, om zo maar te zeggen. Dat is één ding. En dan hebben we natuurlijk de bekende oorlog die eigenlijk de hele gezondheidscrisis van de afgelopen 2 jaar teniet heeft gedaan. En vervolgens hebben we geld dat steeds minder waard wordt, oftewel inflatie. En ja, waardoor komt dat hoofdzakelijk?
Omdat wij als Europa, om het heel cru te zeggen, achter Oekraïne gaat eraan staan. Oekraïne. Op die manier proberen we dan een soort van Poetin een kop in te duwen. Maar dat werkt niet. Dat zien we. We hebben het al jaren, bijna een jaar geprobeerd. Het heeft niks veranderd. Sterker nog, Rusland is zwaar aan het winnen. Als je de juiste... Nogmaals, ik ben niet voor dat Rusland wint. Zeker niet. Ik maak alleen een analyse van wat er speelt. Ze beginnen steeds meer de vrije hand te krijgen in hun aanvallen. En radarsystemen zijn uitgeschakeld. Dus. En al die sancties die we hebben gedaan richting Rusland. Degene die daarvoor opdraaien zijn wij de burgers. Want wij hebben opeens inflatie. Nou zeg ik natuurlijk al die tijd. Sinds dat de hele gezondheidscrisis er is. Zeg ik van ja, let maar op. Hierna gaan we een financiële crisis krijgen. Nou, we hebben natuurlijk nu een mooi zondebokje gevonden. Nou, ik denk dat het gepland is, maar we hebben een mooi zondebokje gevonden van... Ja, hij is de schuld ervan. Nee, niet wij. Wij hebben niks verkeerd gedaan. Het projecteren van problemen. Dat is natuurlijk een van de wortelproblemen van deze wereld. Maar goed, daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Dus we hebben inflatie. Nou ja. Wat gaan we daar uiteindelijk voor oplossing voor verzinnen? CBDC's. Oftewel Central Banking Digital Currencies. Nou, wat houdt dat dan weer in? Nou, we hebben natuurlijk nu gezien met die hele klimaatdingen. Dat je CO2-gebonden budget willen ze doen. Ze willen dat je minder vlees gaat eten. Ze willen dat je minder verwarming gaat gebruiken. Minder gaat eten. Minder dit, minder dat, minder zus, minder zo. Nou ja, hoe krijg je dat voor elkaar? Nou ja, met CBDC's kan je dus programmeren waar mensen geld aan uit mogen geven. Dus dan heb je 1 plus 1 is 2. Dadelijk heb je niet meer de keuze of je nou, zou ik vandaag vlees eten of zou ik vandaag vis eten? Nee, die keuze heb je niet meer. Je vreet maar groentes, krekels of andere insecten. Ik heb er niet zoveel zin in. Ik ga geen insecten eten, punt 1. Het idee alleen al, punt 2. Zitten er stofjes in die jouw lichaam niet kan bewerkstelligen. Je hebt geen stofwisseling om bepaalde astamines en dat soort eiwitstructuren af te breken. Je hebt er geen voldoende enzymen naar voor, dus je krijgt vergiftiging van je lichaam, vergiftiging van je darmen, waardoor je korter leeft. We leven natuurlijk allemaal te lang, want 84 jaar, dat is veel te lang. We moeten eigenlijk tot ons 70ste werken en 72ste moeten we dood. Dan kunnen we al het geld dat we al onze leven hebben gespaard in pensioenfondsen, kunnen we weer uitgeven aan windmolens en dat soort dingen om het klimaat te besparen. Klinkt allemaal heel cru wat ik nu allemaal zeg, maar dat is wel hoe we denken, helaas. Niet hoe ik denk, ik ga juist de totaal andere kant op, maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Dus je ziet dus dat allerlei poorten zich aan het sluiten zijn. En aan de ene kant hebben we dadelijk een chip in ons hoofd die ervoor gaat zorgen dat... dat we geen geheimen meer kunnen hebben, om het zo maar te zeggen. Bepaalde kennis mogen hebben, of weet ik veel wat. Ik zeg niet dat je die chip allemaal gaat nemen, dat is niet mijn suggestie. Ik zeg alleen, als je wordt misleid, en je denkt van, nou, dan hoef ik niet meer naar de dokter dadelijk, en zo wordt continu gemonitord, dan heb ik een stuk veiligheid, een stuk zekerheid. Nou, laten we het dan maar doen. Klinkt natuurlijk helemaal geweldig, dat je, toen is zoals ik wel vaker zeg, zei, in 2012, 13 en 14 zat ik heel veel TED-talks te kijken. TEDx. TEDx. Het zijn allemaal van die CEO's en allerlei andere mensen die veel hebben gedaan in het leven, laat zo maar zeggen. Ik ga niet zeggen dat ze het ver geschopt hebben, maar ze hebben wat ideeën ontwikkeld en hebben daar ervaring in en bla bla bla. En hebben bepaalde kennis op een bepaald vlak en die delen dat op zo'n platform. En ik kan er ook fysiek naartoe gaan. Het is gewoon een zaal waar je in kan zitten. Natuurlijk moet je er van tevoren voor betalen, maar het is mogelijk om dat fysiek mee te maken. Daarin hadden ze natuurlijk ook al over deze dingen. En toen dacht ik, nou dat is mooi. Toen begreep ik de... Ja, toen vond ik dat heel interessant, omdat ik dacht van, nou, het is best wel... En als je gaat kijken naar hoeveel mensen overlijden aan allerlei ziektes, dan ga je natuurlijk wel denken van, zo'n uitvinding zou wel natuurlijk ideaal zijn. Maar toen was ik natuurlijk ook nog een beetje naïef in hoeverre dat nu zie je pas hoe het uitwerkt en hoe het gebruikt gaat worden.
En als je dan kijkt dat je steeds een of andere crypto-achtige currency hebt die eigenlijk gebaseerd is op hoe mensen bewegen. Dus in dat geval heb je al die dingen zoals Internet of Bodies, al die nanotechnologie in je lichaam. Nou ja, hoe die daar zou komen is voor jullie misschien een vraag, voor mij misschien een weet. Ik weet het niet helemaal zeker. Ik kan het ook niet zeker weten, maar ik denk iets. Ik heb een vermoeden. En daar mag ik het natuurlijk totaal niet over hebben, over dit. Maar ik denk dat een heleboel mensen deze technologie al in hun lichaam hebben. Ik heb het hier ook al vaak over gehad met een maatje van mij. Dat ik zeg van ja, het heeft een functie om jouw lichaam voor te bereiden op een, nou, zoals ik zeg, een biosynthetische communicatie met een moederbord, om zo maar te zeggen. Dat wordt dan die chip in je hoofd. Dus ik zeg tegen die maat van mij, nou, dat zijn gewoon allemaal voorbereidingsdingen voor die chip die dadelijk in je hoofd gaat met Neuralink. Die moet natuurlijk ergens informatie vandaan gaan halen uit je lichaam. Ja, dat kan je zeggen, nou, misschien dat het aansluit op je soort van je zenuwnetwerk of zo, weet ik veel. Dat zou een manier kunnen zijn, maar dat is natuurlijk behoorlijk lastig, omdat je dan echt iets met biologie te maken hebt. En dan moet je eigenlijk het hele computersysteem, om het zo maar te zeggen, van het lichaam begrijpen. Maar je kan ook iets toevoegen aan het lichaam wat die data omzet in logische data die wij kunnen begrijpen. Hè, door hetzelfde meten bij wijze van spreken. Die data wordt doorgestuurd naar een centraal punt en die verwerkt al die data en die deelt ook die data. Maar dat heb ik toen al heel lang geleden het daar met diegene over gehad. Nogmaals, ik ben er al zo lang mee bezig dat je bepaalde connecties wilt maken. En dat vind ik ook leuk om te doen, om daarover te speculeren. Het hoeft niet altijd gelijk waar te zijn, maar ik vind het gewoon leuk om erover te speculeren. Dus dit is ook weer een verhaaltje speculeren. Maar dan bekijk ik het een gedeelte vanuit een programmeringsstandpunt, hè, omdat ik het zelf geprogrammeerd heb. Als je al die dingetjes een beetje in elkaar plakt, hè, met al die onderzoekinstanties, MKUltra, Bluebird, Mockingbird, wat heb ik nog meer voor CIA-operaties die hebben plaatsgevonden in het verleden, wat heel erg ontkend is en nu bevestigd is. En gezegd van ja, het was wel zoiets, maar in veel mindere mate als de meeste mensen denken. Nou, dus al met al begrijpen ze heel goed hoe je de menselijke psychie kan misleiden, zo maar te zeggen. Dat is even het belangrijkste om te weten ervan. Dus ze hebben een heleboel technieken of protocollen gemaakt of beschreven of omschreven of uitgevonden of hoe je het ook allemaal noemen. En die passen ze toe op de mensheid om een bepaalde agenda er doorheen te duwen waarin wij in een kunstmatige matrix gevangen zitten. En zo willen ze onze ziel gevangen zetten door ons bewustzijn zo erg te vernauwen. En het nadeel van een chip in je hoofd, zo maar te zeggen, is dat je eigenlijk continu informatie ter beschikking. Het probleem daarvan is dat je eigenlijk heel lui wordt in de informatie. Als jij opeens alle informatie van de wereld en daar heel makkelijk en snel doorheen kan zoeken, ja, dan word je, naar mijn idee, word je dan best wel lui in het onderzoek doen. Stel je voor, je zit dan met zo'n chip in je hoofd in de klas. Ja, dan heb je voor elke toets heb je een 10. Dan wordt op een gegeven moment ook een beetje saai. Ja, ik weet alles. Ja, tenminste, ik niet, maar die chip in mijn hoofd. Ik kan overal antwoord op geven. Dat staat er even los van. Wat is dan mijn oplossing? Je zit hier al heel lang over na te denken van, ja, hoe ga je dit dan in eerste instantie oplossen en in tweede instantie en in derde instantie? De eerste instantie is natuurlijk dat wij als mensen die eigenlijk los willen van deze bestaande matrix, hè, al die dingen die je geleerd hebt, je overtuigingen, je geloofssystemen, je denkpatronen, je mindset, hoe je het allemaal wil noemen, van waaruit je leeft, van waaruit je manifesteert, om zo maar te zeggen. Als je daar met een gelijke groep, of een groep met van gelijke, nou ja, gewoon een nieuwe samenleving opbouwt, om zo maar te zeggen, dan gebaseerd op liefde, compassie en vergeving en alle goede dingen van het leven. Dat is natuurlijk een manier om deze hele chaos te ontwijken. Er is ook niks mis mee. Dat is natuurlijk optie 1. Optie 2 is mensen bewust maken van hun schaduwkant.
daarmee aan het werk zetten. Zodat mensen in hun eigen zijn alle kwade dingen oplossen. En vanuit dat perspectief de wereld een betere wereld maken. Zodat je dus gewoon bij de oorzaak brengt. En hoe breng je dat dan over naar de andere mensen? Door bij jezelf te beginnen. Daarin te gaan leven. Dus echt vanuit dat bewustzijnsniveau, zeg maar, opereren. Ja, zo dan mensen nieuwsgierig, bewust ervan te maken dat er die manier open staat. Dat is een manier. Dat zijn voor mij eigenlijk de twee belangrijkste manieren. En de derde manier, dat is misschien een wat egoïstischere manier. En dat is echt helemaal volledig vanuit het bewustzijn van iedere ziel heeft zo zijn eigen tijd, eigen momentum voor zijn of haar bewustwordingsproces. Dat je van daaruit een beetje egoïstisch kan doen en zeggen van, ik leef gewoon zoals ik voel dat ik moet leven en ik doe gewoon mijn eigen schaduwwerk, ik doe gewoon mijn eigen dingen en mijn eigen hachje redden, om zo maar even te zeggen. En de rest zoek het maar uit. De rest ondervindt maar. Hè. We hebben zo vaak al gewaarschuwd dat dit is ook een van de laatste video's die ik ga maken met betrekking tot het onderwerp. Puur één, omdat ten eerste mag je het er niet over hebben. En punt twee, ik hou niet van het gefocust op de slechte dingen en de negatieve realiteit die hun willen. Want als je daarmee bezig gaat, dan help je er juist mee om het te schapen. Dat is niet dat ik er niet mee bezig wil zijn, maar juist omdat ik veel te goed weet hoe het allemaal zit eigenlijk. Omdat ik al veel te lang mee bezig ben, om het zo maar te zeggen. Het brengt wat problemen voor mijn YouTube-kanaal. Niet dat het zo heilig is, dat boeit me niet zoveel. Het zou gewoon jammer zijn, want dat begint eindelijk een beetje te groeien. Maar het zou meer jammer zijn dan dat ik daar daadwerkelijk last van zou hebben. Maar het stukje bewust worden is er nou wel een beetje vanaf, zeg maar. En mensen die het willen weten, die komen vanzelf al naar me toe. Ik heb nog genoeg video's op mijn kanaal staan die je wel kunt kijken en die voldoende informatie geven. Ik ga je nu met dit soort onderwerpen echt stoppen. Misschien nog wel erger, het is juist te bewijzen. Alleen mensen vinden het zo ver van de bedshow dat ze het niet kunnen behappen. En dat geeft niet, het gaat uiteindelijk daar helemaal niet om. Uiteindelijk gaat het, zoals ik zeg, om je eigen... Als je alleen maar bezig bent met, ja, die is fout en dat is fout en dat is niet goed en dat is niet goed, dan ben je aan het projecteren, dat is wat ik wou zeggen. Uiteindelijk, nogmaals, gaat het erom, zoals ik al vaak heb uitgelegd, je hebt geloofssystemen en je gelooft ergens in. En dat werkt in een heleboel wegen en vormen, laat daar maar op houden. En vanuit die benadering, vanuit dat perspectief, vanuit die relativering, vanuit die bewustzijnsniveau schep je ook jouw wereld. En dan bedoel ik niet per se de bloemetjes en de plantjes en maar jouw belevingswereld, hoe jij naar dingen kijkt. En mensen, dingen hebben pas betekenis nadat jij het betekenis hebt gegeven. Dingen hebben de betekenis die jij hebt gegeven. En dit is natuurlijk een hele oude NLP uitdrukking, maar in feite is het wel zo. Dat is het centrale punt wat ik met deze video probeer te zeggen, is als jij benadert de omgeving, als je je omgeving benadert vanuit een bepaald bewustzijn, wat je geeft is wat je krijgt. Hè? Dus als jij in tekorten denkt, dan heb je tekorten. Als jij in overvloed denkt, dan heb je overvloed. Als jij denkt in, nou ja, ik heb voldoende en ik hou altijd voldoende wat ik nodig heb, ik krijg wat ik nodig heb, dan is dat bewustzijn is er en dat zal dan ook zo zijn, omdat jij daarin gelooft. Maar uiteindelijk zal dat geloof altijd getest worden. Dat is waar deze hele periode is. Van mijn interpretatie van deze hele periode is dat mensen worden getest op welk bewustzijn ze zitten en of ze daar daadwerkelijk ook echt in geloven. Of ze dat echt, ja, in het Engelse woord embodies, belichamen is het Nederlands. Als je dus daadwerkelijk je geloof belichaamt, dan wordt het een weten. Dan is het geen geloven meer. Dan heb je je geloof ervaren. En dan wordt het een weten. Een kennis. Of een gnosis. Zoals ze dat dan noemen. En dat wordt op dit moment getest. En daarom hebben we dingen zoals polarisatie. Daarom hebben we dingen zoals oorlogen.
Nou, we hebben dingen zoals aardbevingen. Een moddervulkaan kwam ik vandaag tegen in Indonesië. Dus tegenwoordig 40.000 mensen zitten zonder huis en weet ik het allemaal niet. Het is echt dramatisch, Indonesië. En dan zou je zeggen, ja, maar dat zijn toch natuurlijke dingen? Of, ja, maar dat is toch door de klimaatverandering? Ja, het klimaat verandert altijd. Maar wat is het klimaat van de samenleving? Als dat perfect is, dan zou je ook geen klimaat... extreme klimaatverandering hebben zoals we dat nu hebben. Het klimaat verandert omdat ons klimaat tussen elkaar... We hebben meer haat naar elkaar, we hebben meer agressie naar elkaar, we hebben meer in ons ego zitten. Want we zijn allemaal de dupe geweest van 2,5 jaar gevangenschap. En daardoor zijn mensen meer pikant geworden. Mensen begrijpen niet meer hoe ze moeten omgaan met hun medemens. En daarom is dat gewoon een test. Zoals ik al vaak heb uitgelegd over dat je spelletjes hebt en dat je eerst level easy doet. En dan heb je het hele spel uitgespeeld. Dan denk je, nou, dat was best makkelijk. Dan weet je het ook easy. En dan ga je naar medium. Nou, dan ga je het daarop proberen. Dan worden jouw kunsten worden getest. Dan word je in die medium sessie word je als eerste natuurlijk getest in hoe goed jij bent. Want als je niet goed genoeg bent, dan zul je weer terug gaan naar easy. En als jij goed genoeg bent, dan ga je naar medium. En op een gegeven moment heb je medium goed onder controle. En dan denk ik, nou, volgens mij ben ik best wel goed. Ik ga naar hard. Snap je? Dus we gaan een niveautje hoger van complexiteit. Daarom is het zo belangrijk dat je je basis grondvest in je liefde. En niet meer in je solar plexus. En dan zou je zeggen, ja, maar je solar plexus, dat is toch je wil. En dat is toch dit en je dat. Ik zeg ook niet dat het... Je hebt het nodig. Het is een opbouwend iets. He, zoals ik zeg, je hebt eerst niveau 1 nodig. Je hebt eerst easy nodig om het spel te leren te begrijpen. Dan begrijp je het spel en dan word je er goed in. En dan kan je naar medium door. Waarom? Omdat je easy hebt gespeeld. Dus de lagere bewustzijnsniveaus zijn er ook wel nodig. Die hebben een bepaalde dienst. Alleen op een gegeven moment groei je daaruit. Hetzelfde als dat je naar school gaat. Je hebt eerst groep 1, groep 2, groep 3, groep 4, groep 5, tot en met 8. Je kan niet bij 8 beginnen. Dan snap je er helemaal geen fluit van. Maar je kan het ook blijven zitten. Omdat je dan nog niet alle lesstof goed begrijpt. En als je gewoon normaal doorgaat, dan ga je door met het gemiddelde mee. Nou, daar zijn er natuurlijk ook een heleboel dingen over te verzinnen en te vinden. Ik ben het ook totaal niet eens met het hele schoolsysteem, maar... Nogmaals, ik gebruik het even als metafoor om weer te geven dat alles in het leven is uiteindelijk een bewustwordingsproces. Als jij gaat auto rijden, dan stap je niet direct in een auto en rij je weg en rij je schakelen en knipperlicht aangeven en sturen. Dat kan niet de eerste keer. Dat is onmogelijk. Niemand kan dat. Dat geeft ook niet. Daarom hebben we rijscholen ontwikkeld en een school om te leren rijden. Nou ja, en op die school, nou, de eerste keer mag je alleen sturen. Nou, als je dat onder controle hebt, dan mag je ook gas erbij geven. En als je dat onder controle hebt, mag je er ook bij gaan schakelen. Als je dat onder controle hebt, snap je? Je leert iets, je oefent het zo vaak totdat je het vanzelf doet. Oftewel, je gaat iets, eerst doe je iets bewust. Vervolgens doe je het zo vaak bewust dat je onderbewustzijn het gaat overnemen. Je gaat sturen, Nu moet ik iets harder sturen, want je moet toch iets scherpere bocht nemen dan ik dacht. Ik heb weer geleerd dat je als je een scherpere bocht hebt, dat je dan verder moet sturen. Nou, en vervolgens ga je weer een stapje verder. En mag je gaspedaal begeven. Nou, als je dan druk je het gas iets te hard in of de rem iets te hard in. Nou, die zwarte grim. Dan heb je weer geleerd, je moet rustig gaan omgaan met de rempedaal. Nou, prima. Nou, en vervolgens leer je weer schakelen. Als je naar een rotonde gaat, is het misschien beter als ik in de tweede verkeer rotonde in ga. Dan heb ik tenminste voldoende vermogen. Nou, heb je weer wat geleerd. Er steekt iemand over naar het zebrapad. Remmen. Oh, kut. Ik treed hem in zijn 1 te zetten. Nou, volgende keer gelijk in zijn 1. Weer wat geleerd. En zo leer je schakelen. En op een gegeven moment dan kun je zo goed schakelen dat je er eigenlijk niet over na hoeft te denken. En zo train je je met je bewustzijn, je onderbewustzijn. En je onderbewustzijn zijn je... geloofssysteem, je overtuigingen en dat soort dingen. Dus dit is echt een metafoor voor alles in het leven. Echt letterlijk alles. Dus als je eenmaal begrijpt, na alles wat ik nu heb uitgelegd, soms met alle losse zijstraatjes die ik heb genomen, maar dat uiteindelijk het hele leven gebaseerd is op jouw mindset. Hoe jij over dingen denkt, hoe je naar dingen kijkt, wat je overtuigingen zijn, waar je in wel en niet in gelooft. Dat vormt uiteindelijk jouw belevingswereld. In jouw belevingswereld, als je eenmaal iets hebt beleefd of meegemaakt, dan weet je dingen. Dus oftewel, je kunt geloven in iets wat er niet is.
En als je er lang genoeg in gelooft en ook daadwerkelijk in gelooft en na alle testen die je hebt afgedaan, om het universum probeert natuurlijk jou te testen van geloof je het echt? Weet je zeker dat je dat gelooft? Daardoor komen al die tegenslagen, die testen dus jouw geloofsvermogen, om zo maar even te zeggen. Hoe diep zit jouw geloof? Hoe erg ben je erover dan overtuigd dat wat jij gelooft dat dat echt is? Nou, als je op een gegeven moment aan het universum laat weten dat hetgeen wat jij gelooft ook daadwerkelijk is wat jij gelooft, dan ga je het beleven. En als je het gaat beleven, dan weet je het, dat wat jij gelooft ook daadwerkelijk echt is. Echt geworden is misschien zelfs. We zijn, zo heb ik al zo vaak gezegd, we zijn co-creatoren en mede-creatoren. En nogmaals, die testen die uitgevoerd worden, dat gaat er niet om jou tegen te werken. Het gaat er ook niet eens echt om te vragen of jij wat jij denkt te geloven ook daadwerkelijk gelooft. Uiteindelijk word je getest om ervoor te zorgen dat hetgene wat jou blokkeerde in eerste instantie, om dat niet te geloven, om dat te doorbreken. Dus uiteindelijk is het nog een laagje dieper. Uiteindelijk gaat het uiteindelijk om niet alleen dat wat jij gelooft waar wordt of waar is, maar ook dat hetgene wat ervoor gezorgd heeft dat je al die tijd er niet in hebt geloofd, dat datgene wat jou daarin geblokkeerd heeft, dat datgene boven water komt. En als dat boven water is, dan kan je het laten varen. En dan kan je het loslaten. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Maar goed, dat was even een geinige woordkeuze. En dat is meer het doel van het testen. Ja, het zal allebei de benaderingsvormen zijn waar. Maar, tenminste, zijn logisch. Dus als conclusie, je leeft waarin je gelooft. En uiteindelijk weet je wat je gelooft. En als je weet wat je gelooft, kent wat je gelooft, dan is het geen geloven meer, maar dan is het gnosis. Wetenschap of kennis. Je leeft, ja, ik wou zeggen je leeft uit, vanuit je geloof. Je leeft in je geloof, misschien dat wat beter is. Jij probeert het even een beetje, toch aan de ene kant logisch en aan de andere kant ook een beetje mooi. Om het simpel te houden, maar ook gewoon, ja, ik wou zeggen simpel te houden en logisch te begrijpen. Maar simpel is er gewoon logisch te begrijpen, dus dat is een beetje dubbel. Goed, het wordt de denktijd dat ik deze video afsluit, maar als je eenmaal leeft in je geloof, in de dingen waarin je geloofde, als je op een gegeven moment leeft in je wetenschap, in je kennis, en dan bedoel ik niet de tijdelijke kennis, maar de hartskennis, als je eenmaal leeft vanuit het eenheidsbewustzijn, waarin we de vorige video over gesproken hebben, een gedeelte, en hoe je één bent met alles, en hoe alles aan elkaar verbonden zit, en wat ze dus nu op een technologische manier proberen te maken. Als je op een gegeven moment beseft dat alles één is en dat het eigenlijk de ene twee kanten heeft. En dat die twee kanten of een leerschool zijn of een leerschool. Maar de ene vorm is in de vorm van lijden en de andere vorm is in de vorm van belonen. Dan kies ik liever voor de beloning dan de lijdensweg. Maar ja, om daar te komen moet je eerst door een lijdensweg. Waarom? Nou, je moet eerst zorgen dat al je oude overtuigingen en al je oude geloofssystemen wel daadwerkelijk vernietigd zijn. En niet dat je er nog ergens half in blijft hangen, omdat je... Ja, je vindt het toch wel fijn om dit of dat te geloven. Nogmaals, geen oordeel. Ik ben net zo schuldig eraan. Ik ben geen haar beter. Maar ik ben al wel op zo'n punt dat ik er bewust van ben en dat ik ermee aan de slag ga. En helaas zijn er nog niet zoveel mensen die... Okay, dit is bedoel ik niet egoïstisch of mezelf wat beter zien dan die anderen of zo. Maar die er heel stuk in achterlopen op mezelf. En nogmaals, ik ben geen haar beter dan iemand anders. Alleen wel bewuster. Maar goed, zullen ook mensen nog wel wat van vinden als ik dit nu zeg. Ja, je bent toch ergens wel een ego aan het doordrammen en zo. Nee, totaal niet. Maar je probeert iets vorm te geven. Je probeert iets zonder... spiritualiteit, oftewel de geestenwereld, heeft geen vorm. Daarom probeer je ook dingen te beschrijven in vergelijkingen. Je vergelijkt dingen vanuit de fysieke wereld om iets spiritueels uit te leggen. En dat is best moeilijk, omdat... zo simpel mogelijk te doen.
en voor de kijker of luisteraar begrijpelijk te houden. En dat maakt het ingewikkeld of moeilijk. En dan nog kan ik het nu wel zeggen, maar als mensen mij niet begrijpen, dan krijg je alsnog niet de boodschap die ik bedoel. En die manier van spreken of die manier van begrip, dat noemen we gnosis. Of de esoterische betekenis, de diepere betekenis. Dus het gaat dan niet om het verhaaltje, maar meer om de boodschap in het verhaal. En dat noemen we de esoterische leer. En er zijn een heleboel esoterische boeken. Noem maar de Bijbel, dat is ook een heel erg groot esoterisch boek. Maar ja, de meeste christenen zien het zo niet. Dus zo zie je maar dus dat er een heleboel mensen zijn die niet tussen de regels in kunnen lezen. Die niet spiritueel bewustzijn hebben. En nogmaals, geen oordeel. Hè. Zoals ik ook zei, optie 3 is alles maar lekker te laten gaan en te gaan wat zoals het gaat. Want ieder heeft zo zijn eigen bewustwordingsproces. En daar heb ik niks mee te maken, in die zin. Maar ja, goed, ik ben bijna bij mijn bestemming. Ik ga deze video afkijken. Bedankt voor het kijken. Wees de verandering die je wilt zien. Later!